Wat vindt u niet zo leuk over het gat naar het plein? Wat ik niet zo leuk vind? Ja, nou verval ik in herhaling, vrees ik, hè. Dat ze de banken hebben weggehaald, want nu hebben we allemaal gaten in de tegels. Komt u hier al lang? Ja, we wonen hier al vanaf 1963. Dus zo lang komen we al op het Gelderlandplein. Wat mist u hier nog van de winkels of speelgoedwinkels of zo, of restaurants? Nou, speelgoedwinkels, daar zijn we nu voorbij. Dat hoeven we niet meer. We spelen niet meer zoveel. Een beetje gewone winkels. Zo, nou ja, de HEMA zit er dan in Blokker, maar meer van dat soort winkels. Dus niet alleen die dure winkels, maar weer wat betaalbare prijzen. Even denken. Meer kledingwinkels voor jongere mensen. Dus er zitten een aantal hele dure boutiques, maar ik denk iets goedkoper en betaalbaardere kledingwinkels. Het zijn bijna allemaal dure winkels. Of de Bristol, dat is weer heel goedkoop. Ertussenin is weinig. Wat vindt u wat er nog bij moet komen? Een Wii of zo, of een Zara, kledingzaken en ja, een beetje grotere speelgoedwinkel. Ik vind de speelgoedwinkel een beetje klein. Nou, ze hadden de banken niet weg moeten halen, de oude banken, want daar konden de mensen gewoon lekker op zitten. En ook dat oude ding midden op het plein, dat is ook weg, met die fontein. En dat was altijd leuk om mensen op te zitten. En ik hoop dus dat ze dat weer terugzetten. Special, what's behind your back? Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Dirty babe, you see these shackles, baby, on this slave. I'll let you with me if I misbehave. Nou, ik vind het jammer dat de Primavoonwinkel weer weg is, want daar heb ik net plezierig gebruik van gemaakt. En eens kijken, wat zouden we nog meer voor winkels willen hebben? Nou, de rest dat is er eigenlijk wel. En wat vindt u ervan dat ze hier niet meer roken mogen op het Gelderlandplein? Prima. Ik ben tegen. Ik vind het heerlijk dat er niet gerookt wordt, zeg maar zomaar overal op straat. Dat vind ik prima. En vindt u het vervelend dan soms hier mensen, bijvoorbeeld hangjongeren, fietsen? Ik denk dat het niet goed is dat ze fietsen, omdat er nogal veel mensen lopen met kinderwagens en met rollators. En dat je moet oppassen dat je niet botst. Dus ik denk dat het beter is dat er niet gefietst wordt. Okay. Dank u wel. Goed zo, succes. En wat vindt u van de hangjongeren of fietsende jongeren die hier soms fietsen? Nou, dat hadden we een jaar geleden veel meer dan nu. De stoelen voor de oudere mensen die ja, weg zijn. Ja, dat is een ramp. Ja. Ja. Dat is dus veel te weinig. Er zou gewoon wat meer bankjes mogen komen. Maar dat is de nieuwe eigenaar die dat beslist. Zou u iets willen veranderen aan het Gelderlandplein? Het Gelderlandplein zelf niet, nee. En wat vindt u ervan dat ze hier niet meer mogen roken? Dat vind ik wel goed. Ja. Rookt u zelf? Nee. Dat zal het dus ook wel zijn, dus okay. Ik vind het wel goed. Maar het is niet zo dat als mensen bij mij komen en die roken, dat ze bij mij thuis niet mogen roken. Ja. Maar ik vond wel dat hier heel veel mensen gingen zitten roken van die bij andere winkels werken. En dan bleven ze hier echt zo'n rooklucht hangen. Dat vond ik niet zo leuk. En als u gaat sluiten, is er dan, wordt er hier soms een overval gepleegd of zo? Nou, ik heb er nog niet van gehoord. Maar ja, je moet er altijd wel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Oké, dank u wel.